Vrienden, moeten we niet wat voorzichtiger zijn met elkaar? Want in dat hele MeToo-gebeuren, ja, daar dreigen ook ongelukken te gebeuren. Gewoon, dat gevoel heb ik gewoon. Want als je nou kijkt wat er nou gebeurd is de afgelopen weken, dan wordt ineens zomaar die naam bijvoorbeeld van zo'n Carlo Boszhard, die wordt opgegooid. Carlo Boszhard, die wordt ineens beschuldigd. Ja, en die Boszhard, die denkt ineens, Dus die doet gelijk aangifte. En ja, en hoe komt dat nou? Je hebt dus die juice-kanalen, heb je tegenwoordig. Weet je, dat noemen ze dan zo. En die doen dus de roddel 2.0. En die trekken zich van niks en niemand wat aan. En bijvoorbeeld daar heb je zo'n meisje en die heet dan Kolderweijer. En die is dan heel populair en die schiet gewoon met hagel. Die schieten met hagel. En soms hebben ze raak, zoals bij de Voice. Maar ik bedoel, ze trekken niks na en het is alleen maar van ik hoor dit, ik hoor dat. En dan geven ze het gelijk door en zo gaat het maar. En dat is nu ook gebeurd, bijvoorbeeld dan met die Carlo Boszhard. En dat is dus, vrienden, ik vind dat levensgevaarlijk gewoon. Want je zit eraan vast voor je leven met zo'n beschuldiging. Want kijk bijvoorbeeld naar de moordenaar van Pim Fortuyn. Die Volkert van de Graaf. Die loopt gewoon weer vrij rond al na 12 jaar. En die is ermee klaar. En dat was het dan. Maar als jij beschuldigd wordt van dit soort dingen, dan heb je levenslang. Ja, zo erg is dat. En daarom moeten al die vrouwen die beschuldigen en noem maar op, die moeten verschrikkelijk uitkijken en heel goed nadenken. En dan heb ik het natuurlijk niet over verkrachting en aanranding. Daar heb ik het niet over. Dat is duidelijk. Dan moet je naar voren komen. Maar in al die andere gevallen zou ik denken, denk eventjes goed na wat je gaat doen. En wat je gaat zeggen en wat je gaat beschuldigen. En wiens carrière je helemaal naar de knoppen helpt. En reputatieschade is enorm, beste vrienden. Want als jouw buurman gewoon tegen jou zegt, jij bent een pedofiel. En dat ook nog eens een keer rond vertelt tegen mensen. En die zegt van, volgens mij is hij een pedofiel. Als jouw buurman dat doet, vrienden. Ja, en dan? En dan sta je dan. Want je hebt geen verdediging. Wat moet je daartegen zeggen? Het enige wat je kan zeggen, het is niet waar. Oh, is het niet waar? Ik weet het nog niet. Want waar een beetje rook is, is misschien nog vuur en zo gaan we maar door. Vrienden, het is levensgevaarlijk. Dus denk goed na voordat je mensen beschuldigt. En daarom zeg ik nog maar eens een keer, laten we een beetje voorzichtig zijn met elkaar.